Als we nu 20 jaar waren, dan hadden we al lang gezegd, hey, fuck die job. Heb je baantje nog steeds? Bij het muziekcentrum? Ja, iets in die aard. Ja, ik heb een baan nog steeds. Maar het heugelijke nieuws is wel dat ik vanaf vandaag, 1 maart, halftijds mag gaan werken. Maar moet je niet gewoon het helemaal opzeggen? Want het gaat toch goed nu hiermee? Ja, maar... Er is een heel groot verschil blijkbaar, of toch een heel grote discrepantie tussen de hoeveelheid succes en de hoeveelheid geld. Heb jij ook nog iets daarnaast nog? Ja, ik werk een voltijd, een bassist evenzeer. Maar het is inderdaad een afweging die je moet maken. Want op termijn sowieso, als we in Nederland beginnen spelen, Vlaanderen is heel klein en als je 2 shows op een weekend hebt, dan kun je gerust naar huis. Maar in Nederland is dat natuurlijk zo niet. En we zijn vandaag ook maandag. Dus vandaag moet er ook verlof genomen worden en morgen waarschijnlijk ook nog. Dus ja. Het heeft ook met onze leeftijd te maken, hè. Als we nu 20 jaar waren, dan hadden we al lang gezegd, hey, fuck die job, ik heb dat helemaal niet nodig. Ik kom wel rond. Maar ja, we zijn nu 30. Dus je hebt, sommige mensen hebben een huis af te betalen, hebben verantwoordelijkheid over kinderen en een gezin. Dus dan doe je niet zomaar wat je wil. Dan heb je veel verantwoordelijkheden die ook financiële consequenties hebben. En dus kan je niet zomaar zeggen, ik doe maar wat. Denk je dat het ooit nog wel zo groot wordt? Dat zal van onszelf afhangen, hè. Ja, op wat voor manier? Hoe moet je... Heb je daar invloed op, denk je? Ja, hoe beter wij zijn, hoe groter de kans wordt. Ja. Hoe is het? Zijn jullie al bezig met de volgende eigenlijk? Ja, absoluut. We willen, het ziet er naar uit dat we na Nederland, in het najaar, als de festivals voorbij zijn, naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gaan. Dus als dat ook zou lukken, en Nederland wil ook een beetje mee, dan heb je toch al een groter domein. En dan kan het zijn dat het financieel iets begint op te brengen. En dat opent dan weer perspectieven om er nog meer tijd in te steken, nog minder job. En zo kan het, denk ik, evolueren. We leven nu een beetje van show tot show eigenlijk. We hebben iedere week 2 à 3 shows. En telkens we de ene hebben afgerond en op weg zijn naar huis, spreken we, wat is de volgende afspraak? Ah ja, oké. Okay. Hoe laten we daar zijn? Oké. Okay. Als je me nu vraagt waar spelen we binnen 2 weken, dan weet ik het niet. Omdat ik weet dat er nog een show tussen zit en waar ik dan te weten kom waar we de week daarna spelen. Dus op die manier zijn we nu een beetje bezig. We proberen gewoon van show tot show en die zo goed mogelijk te doen. Ik zou het nog een beetje vers voor jezelf. Ja. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan.